universiteiten willen een drijvende kracht van maatschappelijke vooruitgang zijn. Nou, het klimaatprobleem is een van de grote problemen waar oplossingen voor nodig zijn. Nou, universiteiten kunnen dat bieden, die kunnen daaraan bijdragen met onderzoek, met onderwijs en natuurlijk ook door ons in te zetten op onze eigen campus. Universiteiten zijn grote organisaties, die hebben grote campussen, dat is een groot gebied, er zijn veel slimme mensen, er zijn veel studenten. Dus je kan daar heel veel bereiken op het moment dat je op een slimme manier de maatschappelijke stakeholders en het academische kennis bij elkaar brengt en daarvan allerlei experimenten gaat doen om te kijken hoe je die energietransitie het beste kan bewerkstelligen. Ik heb afgelopen maanden mogen aansluiten bij de onderhandelingen over het klimaatakkoord en ik merk dat er heel veel energie loskomt in korte tijd. Dus ik denk dat de doelen voor 2030 haalbaar zijn. Wat spannend is, kan de samenleving zo snel op gang komen, want we moeten 5 keer sneller CO2 besparen dan de afgelopen jaren. Daar zit de uitdaging. Je ziet aan de TU Delft dat studenten er op 2 manieren mee bezig zijn. Eén is dat ze buiten hun onderwijs zelf allerlei studentenprojecten opstarten. Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk onze zonneauto. Een andere manier is dat studenten ook oproepen om in het onderwijs meer aan sustainability te doen. Ik denk dat het heel belangrijk is als studenten ook tijdens hun studie al meedenken over wat betekent al die veranderingen. Wat betekent het voor mij, maar wat betekent het ook van wat ik aan het leren en studeren ben en hoe kan ik daaraan bijdragen. Ja, en de universiteiten zijn natuurlijk ook zelf een plek waar je kunt verduurzamen. En ook daarvan, hoe je de manier waarop je dat doet, valt denk ik ook weer veel te leren voor de rest van de samenleving.